de lokhalgesprekken. Ik ga in gesprek met willekeurige bezoekers van deze prachtige lokhal. En ja, het enige wat ik van die bezoekers weet, nou ja, dat deze meneer, deze heer die hier voor me zit, dat hij Gert-Jan heet. Ja, klopt. Gert-Jan, wat brengt jou naar de lokhal? Ik wil hier even rustig werken. Oké. Okay. Dus wij wonen nu even tijdelijk hier in de Clarissehof. Oh. En mijn vrouw werkt ook thuis. Dus ik dacht van, nou, weet je wat. Ik ben pas sinds kort ontdekt dat je hier ook rustig even kunt zitten met je laptop en een beetje kunt zitten bellen en dergelijke. Dus. En dan word je nog gestrikt voor een gesprek ook? Nou, wou ik nog gestrikt voor een gesprek. Nou ja, toen je zei Omroep Tilburg en toen kreeg ik een link met Gijs, mijn zoon. Ja? Dacht ik, oh, dat vind ik wel leuk. Maar die had dat ja, zo ja, wel ja. even gedaan. Hey, maar je woont tijdelijk in de Clarissehof? Ja. Waarom dat dan? We hadden ons huis verkocht. En okay. Ons nieuwe huis wordt gebouwd in Goorle. Oh. En ik zal niet te veel aan het prijs geven. En, nee. Dus hadden we even overbrugging en toen konden we hier een appartementje huren. Okay. En dat hebben we gedaan. Maar je bent in goede doen? In goede doen? Ja of niet? Ik hè? Nou ja, omdat je een huis laat bouwen, dat is ook niet iedereen gegeven. Nee, het gaat nu goed. Oké. Okay. Crisis corona heeft iedereen wel wat, ja, zijn er wat moeilijkheden minder, gebracht. Mindere dus, tijden geweest? Ja, ik heb een eigen onderneming, een eigen bedrijf. Dus, oké. Okay. Ja, dan waren het iets of wat minder tijden. Ja. Ja, en wil je vertellen wat voor bedrijf je hebt? Zonder ik reclame ben een, te maken, ik, ja, ik ben een makelaar, maar dan in commercieel vastgoed. Dus ik doe hem vooral in winkels en horeca, food and beverage. Oké. Okay. Dus ik zit vooral in winkelstraat en dergelijke. En daar was een behoorlijke klad in gekomen nou, met hè? De sluiting en dergelijke. Ja. En dat doe je voornamelijk in Tilburg ook? Nee. Ik werk, ik heb altijd in Europa gewerkt. Oh. En voor mezelf doe ik zeg maar Nederland en België. Oké, okay. En in Europa gewerkt? Wat moet ik me daarvoor? Ja. Ik moet wel mijn cv-prijs ja, ja, ja. Ik ja. was hier 5 jaar, was ik directeur. Alles wat je zegt kan hier tegen je yep. gebruikt worden. Het mag niet uitgezonden. Ik was hiervoor directeur vastgoed bij A.S. Watson. A.S. Watson is zeg maar moederbedrijf van Kruidvat, Trekpleister, ICP, Excel, dat soort bedrijven. Ja. En ik ben 5 jaar geleden ben ik daar gestopt. Heb ik 17 jaar gezeten en dan volg ik naar allerlei bedrijven. Maar ik wilde voor mezelf gaan beginnen. Ja. En dat heb ik toen gedaan. Ja. Dus gewoon, gewoon ondernemer spelen. Ja, en dat, wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Ik weet in ieder geval, hè, als je ook hier in Tilburg kijkt, dat er nogal wat lege winkelpanden staan. En daar ga jij nou, er is invullen best wel aangeven. Of wat is dat eigenlijk? Dat er zijn te veel winkels. Ja, dan ga je natuurlijk om een vakgebied en dan kan ik natuurlijk uren lullen. Maar er zijn nou ja, doe maar. Nee, er zijn te veel winkels, dat klopt. Nou, ik heb dat niet gezegd, hè? Nee, maar dat is zo. Ik zie veel lege panden. Ja. En dat heeft ook te maken natuurlijk dat online omzet, dat heel veel bedrijven online ook verkopen, waardoor je iets minder verkooppunten krijgt. Ja. Ik vind Tilburg nog wel meevallen, daar komt natuurlijk straks de Emma-passage bij. Ja. Ik heb zelf de winkelplint verhuurd onder de gemeentehuis, dus de Beaumont, de Esprit en nu de Van Bommel schoenen. Dus daar ben ik als makelaar bij betrokken, samen met Twan Naber. Ja. En de toekomst zullen wat minder meters geven, maar dat het een kernwinkelapparaat blijft bestaan met dan kom ik weer nieuwe partijen, dat zal altijd blijven. Een kernwinkelapparaat heet dat? In het kernwinkelapparaat, het centrum. Oh, het centrum. Het centrum. Ja. En dat er altijd grote partijen zijn, weet je, de toekomst zal geeft dat de fysieke winkels plus die het ook online doen, goed doen, dat die het zullen overleven. Alleen online ga je niet overleven. Alleen fysiek ga je het ook niet overleven. Oké, okay, dus die combinatie. De combinatie is goed. Ja, want je ziet inderdaad ook online bedrijven die inderdaad ook een fysieke plek willen krijgen. Of krijgen, hè, of nemen, of hoe je het ook allemaal wil noemen. Amazon is bijvoorbeeld een groot voorbeeld in de wereld. Die gewoon een supermarktketen over heeft genomen. Waardoor die ook plekken krijgt in de steden. Ja. Hier zit vlakbij Coolblue. Ja, ik wil net precies zeggen. Precies hetzelfde. Ook die, elke keer waar zij een vestiging openen, meer omzet maken in dat gebied. Dus de combinatie is goed. Ik denk wel dat we in de binnensteden wat meer moeten zorgen draaien dat mensen wel naar de binnenstad blijven komen. Dat het wel interessant, leuk, beleving. En ik denk dat daar iedereen, hier als je dan naar Tilburg kijkt, daar is Wereldhaven echt druk mee bezig. Gemeente, wij als makelaars en ondernemers. Dus ja, er is wel werk aan de winkel, letterlijk en figuurlijk, maar dat gaat ook komen. Ja. Hey, Niklas, dat onder het gemeentehuis, dat is inderdaad nu ook commercieel verhuurd. Hè? Ja. Zit daar niet een rare combi van een publieke organisatie die commercieel iets gaat verhuren? Hè? Want ik begrijp dat de gemeente het verhuurt. Of is de gemeente is eigenaar, ja. Ja. Kan dat? Weet ik niet, daar kan ik niet over oordeel. Ze hebben mij gevraagd, ze hebben ons destijds gevraagd, van heb je daar een invulling voor? En dat hebben we denk ik goed gerealiseerd, een mooie invulling. En we zijn nog met een paar kleine units bezig. Ja, de kant van de winkel zit tegenover Primark. En als je vanuit de nieuwe Emma-passage straks loopt, kijk je zo
langs die winkelplint. Ja. Dus je hebt daar wel een hele mooie passage vanuit de Emma passage doorlopend. Ja. Dus ik denk wel dat absoluut een succes wordt. Ja. En dan maakt het niet uit eigenlijk. Nee, wat er boven zit of dan nee, woningen zit. Of wie de opdrachtgever is. Want dat maakt niks uit. Nee, handel is handel. Nou, dat niet alleen, maar als ik niet had geloofd van dat daar een commerciële invulling had moeten zijn, dan had ik het ook niet, gedaan. Dan waren er misschien kantoren of wonen of weet ik wat gebeurd. Ja. Ik ben altijd wel benieuwd naar, wat is je grootste zeepert geweest? Waar is het nou echt helemaal fout gegaan? Nou, ik vind eigenlijk niet. Nee? Ik zou niet weten waar. Je neemt beslissingen in je leven. En doordat ik altijd besluiten heb genomen in mijn leven, kom je ook verder. Als je dat wil althans. Als je geen besluiten neemt, kunnen ook negatieve besluiten. Of tenminste, die minder goed uitpakken? Nou, niet minder goed uitpakken, maar die soms hard voor iemand of voor mensen zijn. Ja, dan, ik heb zelf een besluit genomen om bij een groot bedrijf met een hartstikke mooie job te stoppen. Ja. En ik had ook kunnen wachten tot een ander bedrijf of pad op mijn pad zou komen. Of een afkoopsom, weet ik veel allemaal. Maar ik heb in mijn hoofd, ik heb dat besluit genomen, ik ben die stap gaan maken. Maar er moet een reden zijn geweest waarom je dat besluit nam? Omdat ik er al 17 jaar werkte en al 12 jaar directeur was. En ik het wel genoeg vond in die grote bedrijven. Dat was de reden? Dat was de reden. Het was te groot? Te groot. Ik moest te veel reizen, te veel weg, te veel mensen die ik moest aansturen. En dan is het op. En dan ben je ook. Ik vind ook dat bestuurs op een gegeven moment. Ik ben dan geen bestuur, ik was directeur. Maar bestuurs moeten op een gegeven moment, denk ik, ook een stap nemen om weer verder te gaan. Ja. Als je al heel erg lang zit, dan komt er gewoon een keer de sleet in. En dan hoe oud was je toen je die stap nam? 50. 50. Ik ben nu 55. 55. Ja. Je moet. Nou, ik zeg altijd tegen mij, neem, of je moet blij zijn met wat je doet, of juist niet. Maar ik hoor te vaak om me heen dat mensen niet gelukkig zijn in hetgeen wat ze doen. Of wat te lang dan, doorgaan. Wat het dan ook zou mogen zijn. En neem dan een keer een besluit. Of zeur niet zoveel. Ja. Niet klagen. Niet te veel klagen. Nee. En als je klaagt, doe dat een paar jaar, maar neem dan ook een besluit. Ja. Maar dat heb ik althans gedaan. Ja. Ja. Het is wel intiem dit zo, of niet? Ik wil nog wel verder gaan. Want we hadden het nou gewoon alleen maar over die winkels. Ja. Maar ik neem aan dat je ook, je hebt natuurlijk ook besluiten genomen die niets te maken hadden met het werk wat je deed. Ja, maar dat vind ik te privé. Ja. Dat vind ik te privé. Ja. Nee, maar ik bedoel, het hoeft geen privébesluit te zijn. Ja, maar ik heb geen zeepjes gemaakt. Ik denk dat ik wel altijd alles overwogen heb gedaan. En tuurlijk, ik heb een besluit genomen om voor mezelf te beginnen. En een jaar later was corona. Ja. Of twee jaar later. Oh, ja. Ja, daar had ik niet voor. Als ik dat had geweten, had ik misschien nog niet zo'n besluit genomen. Maar ja, dat soort dingen kunnen gebeuren in je leven. Ja. En daar heb ik niet als enige te maken mee gehad. Daar hebben heel veel mensen te maken mee gehad. En nu gaat het weer goed. Dus. Ja. Hey, ben je ook een soort van coach voor andere mensen? Ik zou dat wel kunnen zijn, maar ik doe dat niet. Nee, maar ik kan me dat voorstellen. Ja. Hè? Je zegt van ja, je moet gewoon besluiten nemen. Dus daadkrachtig zijn. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat je ook zeg maar in die rol als adviseur of als coach. En ik ben natuurlijk op zoek van wat zou je dan adviseren? Hè? Je zei er alleen, niet zeuren bijvoorbeeld. Maar mensen vragen ook wel eens naar. Heb je nog een paar van die, van die one-liners? Nee, dat niet. En ik zeg dat nou, ik heb net toevallig een stuk gelezen over in het FD stond volgens mij. Over inderdaad dat ook dat verhaal dat mensen. In het Financieel Dagblad. Ja, maar blijven zeuren, maar geen daarin stappen nemen. En nou is het niet voor iedereen makkelijk. Hè? Maar ik had ook een huis en ik had ook kosten. Twee studerende kinderen, et cetera. Dus ja, die kosten heb je toch. Maar ja, misschien neem ik soms een besluit waar achteraf ik niet helemaal te snel. Ja. Maar ja, ik neem het wel omdat ik verder wil. Of anders wil. Wat zegt dat over de omgang bijvoorbeeld met je klanten? Ik bedoel. Ik ben. Nou, dat is juist. Ik zeg het een beetje oneerbiedig, maar je bent er ook een soort van verkoper, hè? Of niet? Ja, alleen ik heb niet zoveel belangen bij anderen. Ik ben onafhankelijk. Dus ze kunnen mij gewoon inschakelen, waardoor ik het voor dat bedrijf doe. En tuurlijk moet ik geld verdienen, maar het is niet zo als een hele grote commerciële bedrijf waar iedereen, ik ben ook geweest, makelaar bij een groot bedrijf. Ja, dan moet je gewoon op target werken. Ja. Dan moet je gewoon geld en dan moet je die targets halen. Nou, dat hoef ik voor mezelf. Ik heb een inkomen nodig en daar leef van. Of daar leven we van en dat is prima. Maar het is niet zo dat ik het vel over de oren trek bij partijen. Zo zit ik allemaal niet in elkaar. Nee. Nou, mensen huren mij in voor iets te doen, daar geef ik advies over, eerlijk advies, open advies, wat ik denk. Ja. En als dat werkt, dan werkt het. Werkt het niet, het is no cure, no pay, en dan werkt niet, heb ik pech. Is dat altijd no cure, no pay? Meestal wel, ja. Oh, okay. Ja, meestal wel, ja. Of je moet echt zeggen, of fee-baas of op uurloon. Maar meestal is het no cure, no pay. Ja, ja. Ja. Heb je nog iets met de NVM te maken? Nee, ik ben geen Twan Nabel. Ik heb ook even met Twan samengewerkt. Twan is dat wel, ik niet. Ja. Nee, ik heb dat. Nogmaals, ik ben... Ik,
ik ben geen puur makelaar. Ik ben een adviseur die mensen, die bedrijven adviseert op hetgeen wat ik al 30, 35 jaar doe. Ja, en op het gebied van winkelpanden nog even samenvattend. Winkelpanden ja. En horecapanden. Dus ik heb hier Dadawan heb ik verhuurd in de Midi, oude Midi eronderin. In de oude Midi? Onder de Midi is de bioscoop, is toen helemaal ja, plat. Is ja, die is weg, ja. Is nu opgebouwd. Ja, oh, okay. Prachtig pand geworden. En eronder zit nu ook een restaurant. Op de Pieter Vredeplein, ja, ik zit een beetje reclame, maar Blue, dat is een visrestaurant. Ja, nou, zolang je er maar veel noemt, maakt het niet uit, hè? Ja, precies. Dus, Blue visrestaurant. Dus ik heb hier best wel leuke deals, of moet ik zeggen, netjes de deals, ja. Zaken gedaan. Ja. En dat vind ik zelf prettig, ik vind het leuk en ik verdien er iets aan. Ja. We gaan nog even terug in de tijd. Want ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe je daar nou zo inrolt. Hoe kom je er toch op zo'n... Via mijn vader. Okay. Ik ben ooit, mijn vader werkte bij Fenix International, V&D, dat soort bedrijf, Dixon's Kijkshop. Ja. En die wilde toen, die had iemand nodig. En toen ben ik daar langzaam ingerund, was meer technisch. Wat deed hij daar dan? Hij was hoofd technische dienst. Mm. En, of ja, hoofdbouw, iets, ik weet niet, want het is al te lang geleden. En toen ben ik daarbij gekomen en heb ik eerst wat projecten begeleid. Dus van winkel naar winkel, dus werd de winkel gehuurd door het commercieel en dan moest verbouwd of ingericht, dat deed ik dat. Alleen al 3 jaar had ik zoiets van, ja, ik wil het commercieel doen, ik wil juist de aanhuur doen, ik wil juist die aankoop doen. En dan ben ik ook bij Vendex en zo ben ik, via allerlei bedrijven ben ik waar ik nu ben. Ja. En daarvoor, wat heb je gestudeerd bijvoorbeeld? Ik heb niet gestudeerd. Oh, je hebt niet gestudeerd? Nee, ik heb mbo. Nee, eindelijk is iemand die niet gestudeerd heeft. Nee, ik ben een cel, ja, ik heb elektrotechniek gedaan, mbo, nog 2 jaar hbo. HTS heette dat toen, maar daar ben ik mee gestopt. Ja. En ik voetbalde bij Willem II in de jeugd. Ik had alle eerste teams gedaan. Ik dacht ik kon profvoetballen. Maar dat is ook niet gelukt omdat ik de laatste wedstrijd van het seizoen mijn enkel brak en daar pin in kreeg. Oeh. Dus toen ben ik om mijn 18 ook gestopt met voetballen. Ja. Maar ik ben ook, was ook niet zo'n student. Nee. Ik ben self-made. Ik ben altijd bij die grote bedrijven. Ik heb wel gestudeerd in die zin dat ik bij grote bedrijven. Je hebt veel geleerd. Nee, maar wij moesten, als je directeur bij A.S. Watson, grootste health and mutual van de wereld, dan moet je gewoon in senior management teams mee. We hebben zelfs in Harvard, in Londen, we hebben overal hebben trainingen en opleidingen gehad. Tot in treur toe. Dus ik heb geen basis destijds, maar ik ben wel, door al die loopbanen heb ik heel veel opleidingen gehad. En wat leerde je daar dan? Ik bedoel, op zo'n Harvard? Marketing, bedrijfseconomie, vooral op retailgebied. Ja, ja. Inkoop, al dat soort zaken. Maar dat zo'n voetbalcarrière eigenlijk in de kiem gesmoord wordt, hè? Dat is toch wel jammer? Ja, ja, maar ik weet niet of ik het eerst had bereikt. Weet je, dat weet je toch nooit. Je weet nooit of dat, ik was wel redelijk, maar niet zo goed. Dus ik denk ook, was ook een beetje wishful thinking dat ik dat zou halen. Ja. Dus ik moest op een gegeven moment gewoon werken. Ja. Dat is iedereen. Ik kan me voorstellen dat je... jouw zoon heeft toevallig, dat weet ik dan nog wel, een stage gelopen om op Tilburg. Ja. Hè? Maar wat heb je hem geadviseerd? Of wat hij is gaan studeren? Nou, maar Gijs is de jongen die dat allemaal zelf heel graag wil doen en ook zelf weet. Ja. En dat blijkt ook nu wel nu wat hij allemaal zelf weer gepresteerd heeft op zijn manier. Ja. En als hij advies nodig had, dan gaan we advies. Maar wij waren niet van de mensen die altijd maar liepen te pushen. En dat werkt ook niet bij Gijs. Nee. Dus dat, wel probeer een beetje te motiveren, een beetje te helpen. Maar hij volgt zijn eigen weg. Dat en werkt nu ook. En werkt het bij Gert-Jan, dat gepusht? Bij Gijs bedoel je? Nee, bij jou. Oh, bij mij? Of heeft niemand dat gedaan? Nee, ik deed dat. Ik was heel erg, wat dat betreft, heel anders dan Gijs. Ik was altijd maar bezig en ik moest altijd. En toen nogmaals op mijn 5e dacht ik van, ik vind het allemaal mooi geweest. Die carrière en al dat wat ik had en het is goed zo. En nu werk ik gewoon met veel plezier, zonder mensen, zonder verantwoordelijkheden. Althans verantwoordelijkheid voor je klanten, maar verder is het... Mooi. Sessa. Heerlijk. Wie zou dat niet willen? Ja, ja. Goed. Ja, ik ben 55. Ja, dus, goed gedaan, Gert-Jan. 10 jaar, ja. Oké. Hey, dank voor het gesprek. Graag gedaan. En u bedankt voor het kijken. Jullie bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.